Nou, mijn naam is Peter Meijer, ik ben van Aquavision BV. We zijn ingenieursbureau gevestigd in de binnenstad van Utrecht. Wij meten alle fysische parameters in oppervlaktewater. Dus geleidendheid, temperatuur, stroomsnelheid, richting, troebelheid, zuurstofgehalte. Noem maar op. We komen in principe uit het buitenwater. Eigenlijk in het verleden was dat voornamelijk de bagger en de offshore. En laterhand overheden nationaal en internationaal. En de laatste jaren zijn we steeds meer het binnenwater ingegaan. En dat zijn met name de waterschappen die onze klanten zijn. En wat je ook ziet is dat de waterschappen van oudsher redelijk conservatief zijn. Qua hun instrumentenbestand en meettechnieken. En dat Rijkswaterstaat voornamelijk wat vooruitstrevender is geweest in het verleden. En wat je nu ziet is dat de waterschappen eigenlijk een inhaalslag aan het doen zijn op het gebied van die innovatie. Dus een heleboel meettechnieken die nu worden aangeboden, die zijn voor hun eigenlijk nieuw. We zitten echt in een niche-markt en daarnaast zijn we erg specialistisch. Dus we hebben een grote scala van meetinstrumenten. En de grotere bedrijven hebben dat vaak weer niet. Die investeren vaak pas op het moment dat ze de klus binnen hebben. En wij hebben eigenlijk in de afgelopen 20 jaar een behoorlijk instrumentenbestand opgebouwd. Waardoor we eigenlijk heel snel op een vraag van een klant kunnen inspelen. En waterbeheer is vaak toch vrij grillig. Een vloedgolf over de rivieren kun je vaak niet maanden van tevoren zien aankomen. Dat is vaak iets van een week van tevoren. En dan moet je daar vrij snel op kunnen reageren. En de grote bedrijven kunnen dat vaak weer niet. We hebben aardig wat bezoek gehad, dus het is altijd even afwachten of ze het grond te houden hebben. Ja, nou, super. Oké, dankjewel.